Hallo en ahoy beste kijkers. Welkom terug bij het kanaal van Meester Toepsijzer en de laatste filmrecensie in de Pirates of the Caribbean franchise. Het vierde deel dat vrijwel unaniem wordt bekritiseerd als het slechtste deel in de franchise. En soms met een haat die en passie die vergeleken kan worden met The Last Jedi. Wat ik schromelijk overdreven vind zelf. On Stranger Tides, geregisseerd door Rob Marshall, die Gore Verbinski verving na Edward's End. En met Johnny Depp wederom in de hoofdrol als Captain Jack Sparrow. Deze film kreeg een ongelooflijke lading van kritiek over zich heen. Omdat het zo'n grote stap terug was van de originele trilogie. Aanvankelijk begreep ik dat niet zo, want er zaten nog meer dan genoeg sterke elementen in. En ik ben wat dat betreft nog steeds van dezelfde mening, maar ik kan nu ook best wel duidelijk zien dat de geest van de eerste drie films echt verre te zoeken is in deze. De karakters die zijn minder interessant en het verhaal dat staat op veel wankelere poten dan in de eerste drie, hoewel het wel geschreven is door dezelfde mensen. We beginnen bij de acteurs. Johnny Depp in zijn vierde vertolking als Jack Sparrow is wederom goed in vorm, grappig, vrij, onvoorspelbaar, heeft goede chemie met de andere acteurs. Het enige nadeel is dat hij hier de hoofdrol speelt in plaats van een bijrol. Protagonisten die komen vaak in de positie waar ze een gebrek hebben aan informatie. En zodra ze de informatie hebben, kunnen ze het plot op hun manier vooruitduwen. En Jack is altijd een karakter geweest dat de informatie al ruimschoots bezat nog voor alle andere karakters dat deden. En daardoor 5 stappen op iedereen voor lag. Dat maakte hem nog leuker en onvoorspelbaarder. En ook, je kreeg ook meer respect voor hem omdat hij zo intelligent was. Maar nu plaats je hem als hoofdkarakter waar hij dus een totaal gebrek aan info heeft. En dat haalt dus die interesse en boeiendheid die dat karakter zo succesvol maakte, dat haalt het weg. En je kunt merken dat zonder dat Johnny Depp het vooral moest doen van de humor. En na 3 films begon dat al sporen te vertonen dat de variatie er daarin een beetje uit was. En in de 5e was het gewoon helemaal op. Dus dat is jammer. Ik ben in ieder geval blij dat Jack's charisma en compassie en Johnny Depp's toewijding voor deze rol in ieder geval nog sterk zichtbaar is. Want zonder dat zou deze film als een kaartenhuis in elkaar storten. Nu lukte Depp nog enigszins om deze film in zijn eentje te dragen. Hij wordt gesteund door een vrouw, door een andere vrouwelijke rol dit keer. Penelope Cruz als Jack Sparrow's ex-vriendin Angelica. We kennen haar van veel Spaanse films en Vanilla Sky en Escobar. Ze is behoorlijk getalenteerd, heeft een Oscar gewonnen en speelt een karakter dat in veel opzichten gelijk is aan Jack Sparrow. Slim, gewiekst, manny. Manipulatief, vurig en daarnaast ook behoorlijk knap. Dat heeft alle ingrediënten voor een intrigerend karakter waar Johnny Depp leuk af kan spelen. En hun chemie is ook goed, maar het karakter zelf wordt zo erg naar de zijlijn geschoven en niet echt verder ontwikkeld dat het eigenlijk nogal een verspilling is. En dat is heel erg jammer, want die chemie en de relatie tussen haar en Jack Sparrow had nog op kunnen maken voor het feit dat Jack niet meer zo'n actief karakter is als voorheen. En ja, dat gaat dus ook niet. Geoffrey Rush die keert ook weer terug als kapitein Barbossa. Ook in een heel ander soort positie dan hem normaal zien. Hij werkt nu als kaper voor de Engelse koning na het spoiler verlies van de Black Pearl, zijn crew en zijn been. En hij is nu een beetje een hielenlikker die net als Jack op zoek gaat naar de fontein van de eeuwige jeugd, op zoek naar onsterfelijkheid.
Alles wat we weten van het karakter van Barbossa, dat is absoluut in tegenspraak met de positie waarin we hem hier zien. Want Barbossa die zou nooit kapen worden. Hij is een man van vrijheid, een piraat in hart en nieren. En het is dus heel makkelijk te bedenken dat hij een andere eigen agenda moet hebben. Maar het duurt echt behoorlijk lang voor we erachter komen wat dat is. En dus zie je dat eerste uur, net als Jack Sparrow, het karakter in een positie die je helemaal niet bent gewend, zonder dat je veel inzicht hebt in waarom dat nou zo is. Bij Johnny Depp was het gewoon van omdat hij letterlijk naar de voorgrond werd verplaatst, maar bij Geoffrey Rush moet je daar pas echt veel later achterkomen als het karakter het letterlijk zegt. En dat is ook jammer. Hij was veel meer op zijn plaats als ware zeeschuimer en piraat dan dat hier doet. Aan Geoffrey Rush zelf ligt het helemaal niet. De man is wederom in absolute topvorm. Trekt dit karakter aan als een tweede huid. En met alle charme en barbaarsheid en humor. He is just great. Maar wie is de ware antagonist in deze film? Dat is Ian McShane als Blackbeard. Ian McShane, die kennen we natuurlijk uit de John Wick films en uit de recente Hellboy film. Hij is echt zo'n heel erg theatrale en charismatische acteur met zo'n diepe stem die moeiteloos behoorlijk complexe en charismatische rollen kan spelen. Dit was echt wel een van de meer intensere en ambitieuze rollen. Echt, Blackbeard is een piraat die zogezegd alle andere piraten vrezen. Hij is zelf toegeschreven gewoon een kwaadaardig iemand die moeiteloos zijn eigen mensen over de kling jaagt om te bereiken wat hij wil. En Ian McShane die speelt hem met zulke gravitas en indrukwekkendheid. Hij was echt cool. Maar buiten dat is eigenlijk een heel erg tam en saai karakter. Want hij is ook op zoek naar de fontein van de eeuwige jeugd. Puur voor zijn zelfzuchtige en heel simpele reden. Hij wil niet doodgaan. Dat is basically de reden waarom iedereen op zoek is naar de fontein. Maar hij wordt verder totaal niet getest. Er is geen ontwikkeling whatsoever. En dus ondanks die hele stoere buitenkant en dat indrukwekkende acteerwerk stelt het karakter helaas niet veel voor. In tegenstelling tot Will en Elisabeth. Of Davy Jones. De laatste twee karakters die ik nog wil noemen zijn Sam Claflin en Astrid Berger Frisbee. Sam Claflin die is de laatste jaren flink in populariteit gestegen in de Hunger Games films en Me Before You. Hij is zo'n acteur die heel vaak wordt geciteerd op zijn knappe gezicht, maar daarnaast bezit hij ook redelijk talent. Dit was een van zijn eerste grote rollen als een missionaris die gedwongen wordt mee te gaan met de piratencrew van Blackbeard. En hij speelt het echt met een passie en enthousiasme en subtiliteit. Je kon zien dat hij deze rol heel serieus nam. En de gekwelde priester die steeds meer wordt blootgesteld aan gruwelijkheden, dat hij die zo goed mogelijk neer kon zetten. En dat deed hij. Hij is nog steeds geen meesteracteur hier, maar hij was echt heel erg goed op de even. Zijn tegenspeelster is dus Astrid Berger Frisbee, die we ook kennen van de recente King Arthur film van Guy Ritchie. Ze speelde daarin een echt vreselijke, belabberde rol. Dat is hier ietsje beter. Ze speelt een zeemeermin genaamd Serena, die een liefdesrelatie ontwikkelt met het karakter van Sam Claflin. Vaak voelen dat soort relaties er een beetje tussendoor ingeschoven en geforceerd. Maar
de chemie tussen die twee acteurs was nog verrassend goed. En hun relatie was echt wel een van de boeiendere dingen in deze film. Astrid is nog steeds duidelijk niet een professionele actrice, verre van indrukwekkend, maar ze kreeg genoeg voor elkaar om je echt wat te laten voelen bij de band die ontstond tussen deze twee karakters. En dat is wat vooral moet slagen. Dus de crew. Aan de acteerprestaties ligt het absoluut niet. De meeste van hen zijn veteranen die weten wat ze doen en veel respect hebben voor deze karakters, maar de karakters zelfs, die zijn gewoon hol en oninteressant. En eigenlijk had het hele script gewoon herschreven moeten worden wat dat betreft. De regie van Rob Marshall. Nou, hij is een acteur die al een heleboel jaren werkt voor Disney. We kennen hem van Memories of a Geisha, Into the Woods en het recente Mary Poppins Returns. Hij verving voor Verbinski, hoewel ik niet precies weet waar ze die keuze dus op gebaseerd hadden. Het duurde dan ook wel 4 jaar voor deze film eindelijk gemaakt was. Maar Rob die weet een hoop van de oude charme en de schoonheid en de intensiteit van de oorspronkelijke films te behouden, ondanks die holle karakters. Hij heeft een heel goed oog voor hoe een film visueel indruk moet maken. En ook de grootse producties en actiesequenties, die weet hij heel behoorlijk te regisseren. Hij vangt gewoon nog steeds het gevoel van avontuur en mysterie dat Gore zo goed wist te vangen. En ik moet hem echt wel complimenteren van hoe goed hij de overstap heeft weten te maken. Het probleem ligt hier gewoon vooral bij dat script van Ted Elliott en Terry Rossio, waarvan ik weet dat die gewoon veel beter kunnen dan dit. Het is nog steeds bij lange na niet zo slecht als Dead Man Tell No Tales. Dat was echt gewoon vreselijk belabberd. Maar als je nagaat dat deze jongens alle vorige 3 films hebben geschreven, heel goed wisten hoe ze aan een boeiend verhaal moesten komen zonder al te veel gaten en tempo problemen, dan snap ik niet hoe ze hier zo flink de mist in zijn gegaan. Het was al een vergissing om Johnny Depp aan het front te plaatsen, maar Will en Elisabeth die konden ze niet meer terugkrijgen, begrijpelijk. En hoe karakters als Angelica en Blackbeard en Barbossa zo totaal tegenovergesteld zijn van wat je van die karakters verwacht. Alle diepte die ontbreekt. En dan is het verder gewoon een race naar de MacGuffin in de vorm van de fontein. En op een gegeven moment verlies je wel enigszins de interesse. De ambitie is er nog steeds. Er is nog zat humor en actie en interessante lagen. Maar op een emotioneel en daarmee mate van interesse levert dit script gewoon echt niet voldoende in vergelijking met zijn voorgangers. Camerawerk dat is voor de laatste keer gedaan door Darius Wolski. Hij hanteerde hier een heel andere stijl dan in films van Gore Verbinski. Het is een film met een kleurenpalet van oranje, goud en blauw, zwart. Dus heel anders dan het geel, groen, grijzige. Het past ook wel meer bij de Disney-era die langzaam opkwam bij deze 4e film. En ik moet zeggen, dit is misschien wel een van de best geschoten pirate films. Nog beter dan Curse of the Black Pearl. Het gebruik van licht en schaduw is werkelijk waanzinnig mooi hier. Het gebruik van rook, mist en die warme en koude kleuren is wonderschoon. Er zijn ook een paar fraaie camerabewegingen en setups om scènes te introduceren. Lang niet zo experimenteel als bij Gore Verbinski's films.
Maar het komt flink in de buurt. En dat is één van de redenen waarom ik deze film het herbekijken waard vind. Het ziet er gewoon zo gaaf geschoten uit. Echt complimenten voor Darius. De muziek is gedaan door Hans Zimmer, wederom. Dit is een zeer goede score die nieuwe elementen introduceert van muziek. En ook veel oude thema's terugbrengt nog van Klaus Badelt, zijn muziek. Het resultaat is entertainend, spannend en ook bij vlagen grappig. Er zijn veel Spaanse invloeden zoals gitaren en banjo's, want er is een grote mate van Spaanse invloed in deze film. Toch wens ik dat Hans net wat creatiever was geweest in plaats van zoveel van de oude thema's terug te brengen. Op een gegeven moment gaat het echt wel opvallen. Als hij wat meer originele dingen had verzonnen, dan was dit misschien wel Oscar waardig geweest. He did a great job all in all. De montage die is gedaan door David Brenner en Wyatt Smith. Beide hebben een reputatie van het monteren van echt behoorlijk slechte films. En Wyatt Smith heeft vaker samengewerkt met Rob Marshall. En daarom vind ik het verrassend dat deze film nog zo vloeiend en stijlvol is gemonteerd als hij is hier. Er zitten een paar fraaie transities en wisselingen in tussen verschillende secties van het verhaal en groepen karakters. Het tempo is heel behoorlijk, het heeft enigszins flair. Ze hebben het hier behoorlijk goed gedaan. Ik zou zeggen echt nog beter dan in de originele drie Pirates films, waar de montage nooit echt zoveel is opgevallen. Dus zo zie je maar weer ook consistent slechte editors die slaan dan eens hun slag. Nou, wat aankleding betreft, dat is gelukkig nog steeds van torenhoge kwaliteit. Dit is tot op heden de duurste film aller tijden. En dat is zichtbaar. Ze zijn heel erg ver gegaan met het construeren van een zoveel mogelijk echte set. Echte sets en levensechte digitale effecten en kostuums en make-up. It looks amazing. Ik snap niet dat het niet voor Oscars is genomineerd. De CGI is voor 2011 echt verschrikkelijk indrukwekkend, omdat het grotendeels vrij subtiel is gedaan. Het meeste digitale bestaat uit achtergronden en greenscreens en die zijn heel goed in de film geïntegreerd, dus allemaal chapeau daarvoor. De actie is wel wat minder indrukwekkend. Ze zijn kleinschaliger en minder intensief gefilmd dan bij Gore Verbinski. En dat is wel jammer, want daar kreeg je vaak een kick uit bij die volgende drie films. Omdat het van zo'n ambitieuze en soms krankzinnige schaal was. Dat is hier vele malen kleiner en met veel meer vredige tussenpozen. Dus daar had ook gewoon meer en beter aan het script toegevoegd moeten worden. En dan het belangrijkste, de toon. Nou, voor hoe dun de karakters zijn en hoeveel gaten er in dat script zitten, is de toon alsnog behoorlijk sterk. Dankzij Gore's regie, de humor die slaagt, grotendeels. Het wordt soms ook nog best wel spannend, het is vrij entertainend. Alleen de grote emotionele kern die wil niet echt komen en moet vooral het hebben van de relatie tussen de man en de zeemeermin. Deze film heeft gewoon een ernstig gebrek aan interessante karakters en een boeiend plot. Maar puur voor de technische schaal ervan en de prachtige manier waarop het is gefilmd, maakt het de moeite waard om her te bekijken. Ik geef een 7,5 van de 10. Ik laat een poll achter zodat jullie zelf kunnen laten weten wat jullie ervan vinden. En ik zie je de volgende keer bij het kanaal van Meester Stormtroopseizer met een nieuwe filmrecensie. We gaan dan daar misschien
wel een van de grootste en meest ambitieuze filmreeksen aller tijden. The Lord of the Rings en The Hobbit. Goodbye, live long and prosper, and drink up me hearties, yo ho. It's a pirate's life.